Hartelijk welkom bij RTV Actueel. Het gaat over een politiek issue. Het gaat over Eemdijk Oost. 64 woningen moeten daar gaan verschijnen. De gemeenteraad besliste akkoord, bestemmingsplan akkoord. Nu ligt het op een andere plek. Ik ben benieuwd hoe de wethouder daarop reageert. Wordt het nog wat of wordt het niks? Veel partijen staan in actie, maar de wethouder blijft gewoon zitten en denkt van het wordt wel gerealiseerd. Of toch niet. Eemdijk Oost. Wethouder Nagel, Eemdijk Oost. Een mooi dossier waarschijnlijk voor een wethouder als het gaat over bestemmingsplan, maar een heel slecht dossier voor de inwoners van Eemdijk. Hoe staat het ervoor? Nou, je legt nogal wat lading in je tweede zin. Een heel slecht dossier voor de inwoners van Eemdijk. Ik denk dat het voor de buurtbewoners, dus zeg maar de bewoners van het Kerkenpad, niet het meest leuke onderwerp is. Maar ik denk dat voor de rest van de inwoners een geweldig mooi onderwerp is. Een geweldige ontwikkeling. Wat dat betreft is een zekere nuancering wel op zijn plaats, Maarten. Nee, maar ik kan me voorstellen als bij jou in de achtertuin is dat je wat anders erover denkt dan dat het niet bij je in de achtertuin is. Dat klopt, dat klopt. Aan de andere kant, wie heeft de garantie dat zijn achtertuin ten eeuwige dagen blijft uitkijken op datgene waar hij nu op uitkijkt. En vooral als je aan de rand zit, dan kun je verwachten dat er weer eens een nieuwe rand voor ligt, want jouw rand is er ook voor gekomen. Maar de situatie is als volgt, want dat vroeg je. De raad heeft dus het bestemmingsplan vastgesteld. Er waren een paar zienswijzen waarvan wij eerlijk gezegd verwachten dat ze doorgaan naar de rechter, naar de Raad van State. Maar de situatie is zo, de wettelijke regeling, dat als je als raad een bestemmingsplan vaststelt, maar je hebt iets gewijzigd ten opzichte van het ontwerp, dan hebben de overheidsinstanties eerst 6 weken de gelegenheid om te zeggen wat ze ervan vinden. Dus wij doen 6 weken niks. Nou ja, na de bestemmingsplan goedkeuring december. Dus die 6 weken waren voorbij, ergens tweede helft van januari. En daarna is het officieel ter inzage gelegd en dat, ik zit even te denken, ik denk dat we net de laatste week hebben of net gepasseerd zijn. En dan kan iedereen die het niet ermee eens is naar de rechter stappen, of de Raad van State heel concreet, en daar beroep instellen. Nou ja, het zou best kunnen dat zowel de bewoners als de Stichting Behouden Eenvallei, dus de natuur- en milieuorganisatie, dat die beroep hebben ingesteld. Ik las van die laatste al wel, de beroep behoud Eemland, zeg maar de natuurclub. Ja, dat hadden we ook al eerder gezegd verwacht. Dus de Raad van State zal het laatste woord hebben op dat punt. En dat is gewoon afwachten. Denk jij dat de bewoners dat niet doen richting Raad van State? Nou ja. Als we nu kijken hoe het in de voorfase was, dan zie je dat die 2 advocaten, bewoners hadden een advocaat en behoud de Eemvallei had een advocaat, dat die vrij nauw hun verhaal afgestemd hadden. Dus ik zou bijna zeggen, als je wijs bent en je geld wilt besparen, dan zeg je nou, laat behoud de Eemvallei de proceskosten maar op zich nemen. Wij varen wel mee op die slippen, zo nodig fluisteren wat in, maar ze mogen natuurlijk ook zelf een advocaat. Is het niet dat zij, de natuurbehoud Eemland, een ander doel nastreven dan bewoners? ik denk dat het wel een beetje verschilt. Aan de andere kant, ze willen allebei die rand groen houden die wij willen bebouwen, laat ik het maar even zo zeggen. Dus op dat punt zijn ze het wel eens. Ja. Daar zitten natuurlijk een aantal partijen omheen. Copane is een bedrijf wat in beeld geweest is, ook Van der Wart van Eembrugge. Is het nou zo dat Van der Wart met de gemeente een contract heeft afgesloten dat er gebouwd gaat worden, punt? Met andere woorden, als je het niet doet, dan kom ik met mijn advocaat om een claim neer te leggen. Nee, zo is het niet. Van der Wart heeft de grond in eigendom en die wil dat ontwikkelen. Dat is een projectontwikkelaar, dus dat is zijn core business, zou ik al zeggen. En wij hebben gezegd, wij zouden het op prijs stellen dat er gebouwd gaat worden. En we hebben daar ook wel behoefte aan voor de leefbaarheid van die kern, voor vitaliteit van voorzieningen daar, school met name. Dus wat dat betreft hebben wij meegewerkt. Dus bestemmingsplan hebben wij in procedure gebracht en vastgesteld. En we hebben een contract dat als wij als gemeente zaken voor onze rekening moeten nemen, dat Van der Wart daarin betaalt, zeg maar de kosten voor de inrichting van de openbare ruimte, die dat tot gevolg zal zijn. Wij nemen vervolgens de wegen over en het openbaar groen en gaan dat onderhouden. Ja, oké, maar het is niet zo dat als het hele verhaal niet doorgaat, dat Van der Wart een claim indient van je had toch gezegd dat we dan mochten gaan bouwen?
Nou, we hebben dat inderdaad wel gezegd en daarom heeft de Raad de bestemmingsplan vastgesteld. Maar dat is dus, zou bijna zeggen, verder risico van Van der Wart. Dat is natuurlijk een behoorlijk risico als het bestemmingsplan wordt afgefloten en we kunnen het niet repareren. Even gesteld dat dat zo gaat. Ja, dan zit je met grond die je vrij duur gekocht heeft en waar nu schapen en koeien op mogen gaan lopen. En als wij de grond te gelden mag worden gebracht. En dat zal een stevig verlies voor hem zijn, ja. Maak je daar zorgen over, dat stukje? Of zeg je van, joh, dat loopt allemaal prima en over een jaar gaan we dan bouwen? Nou, wij Van der Wart gaat dan bouwen natuurlijk. Maar ik heb eerlijk gezegd goede hoop op dat het inderdaad wel los zal lopen. Ik hoop niet, maar de Raad van State kan een foutje ontdekken, maar we hebben geprobeerd allemaal zo goed mogelijk in te dekken. De noodzaak voor de leefbaarheid van de kern is er. Het is iets wat langjarig in beweging is gezet. Het streekplan maakte het al mogelijk. Dus ja, je weet nooit hoe het gaat. Er zit een goede advocaat op vanuit Behouden Invalij. Dus wat dat betreft kan er natuurlijk wel wat gebeuren. Die is zijn geld wel waard, denk ik. Even tussendoor, Menno. Het is toch niet zo dat de Raad van State over de inhoud gaat, maar alleen maar over de procedure? Nou, niet alleen over de procedure. Die kijkt natuurlijk ook of het voldoet aan de regelgeving. Bijvoorbeeld dat is de ladder van verstedelijking. Is het echt nodig? Is voldoende gekeken of er niet binnen de bebouwde kom nog gebouwd mocht worden enzovoort. Nou ja, dat hebben we allemaal zo goed mogelijk bekeken en onderbouwd dat inderdaad nodig is hier. En dat er intern niet die mogelijkheid is, en dat is ook een gegeven. Er is niet die mogelijkheid voor de bouw van sociale huur en sociale koopwoningen. Dus er kan wel hier en daar wel een riante vrijstaande woning of een 200 in kap gebouwd worden, maar dat is allemaal duur. En juist voor starters hebben wij behoefte aan goedkopere woningen die daar ook komen en waar Van der Wart ook mee wil beginnen als die kan. Even nog in de tijd gezien, Raad van State periode, dat, laten we zeggen, nu moet je je een beetje aanmelden, hè, voor de Raad van State. Hoe is dan die verdere tijdslijn? Ja, de Raad van State heeft niet zo'n lange doorlooptijd meer als voorheen. Dus ik denk dat, je schatte net in een jaar, dat we met een jaar inderdaad heel veel meer weten. En het zou ook kunnen dat Van der Wart eerder wil gaan beginnen. Dus dat je zegt, het bestemmingsplan staat vast, dus ik kan beginnen. Dat hij dan een aanlegvergunning aanvraagt voor, zeg maar, het aanleggen van de bouwweg. Vervolgens zullen wij die aanlegvergunning best kunnen verlenen. En dat dan Behouden Invalij zegt, ik vraag een voorlopige voorziening. Dus dan weten we op 4-6 weken bij wijze van spreken meer concreet waar we aan toe zijn. Het is dan wel een voorlopige uitspraak, maar als de voorzitter dan zegt, ga maar door. Dan kan Van der Wart doorgaan en daarmee wordt de situatie wel steeds makkelijker voor hem. Wordt dat een moeilijke bouw? Stel dat alles zo loopt zoals jij voor ogen hebt. Toch iedere keer protestgroepen of denk je van, nou, we leggen ons er wel mee neer? Ik denk, en dat zijn ook wel wat geluiden, je hoort dat mensen op een goede manier proberen het netjes via de rechter uit te vechten en dat ze zich bij de rechtelijke uitspraak neerleggen. Dankjewel, Menno. En we gaan het afwachten hoe het gaat lopen. Dankjewel. Ja, Menno Nagel, toch hoopvol over het plan Eemdijk Oost. We gaan het afwachten. Dit was RTV Actueel. Graag tot de andere keer. Dag.